Kom op jongens, hè. En nou, nou moet hij het zeggen, hè. We kunnen de wedstrijden nu beginnen. Tweede jaar, mag ik zeggen, na corona, Maarten. Ja, klopt. Corona was voor ons even vervelend. Zeker in 2020. Hè. We stonden net klaar. In maart hadden we toen ook het toernooi. Hè. Dat ging op 13 maart alles dicht. 22 maart hadden we het toernooi gehad. Dus daar hadden we alles voor geregeld. En nu is het toch wel lastig opstarten. Na corona merk ik echt wel dat we daar last van hebben dat het niet zo soepel loopt als het daarvoor liep. We zijn meer afhankelijk van klasseouders of ouders die trekken aan het samenstellen van het team. Ja, dan moet je weer wat aandacht aan besteden, want dat valt een beetje tegen. Vorig jaar, het eerste jaar na de corona, was het duidelijk te merken. Zit er al een vooruitgang in? Dat is nog niet echt te merken. We zullen daar echt aan moeten werken om samen met die klasseouders weer tot iets beters te komen. Ze hebben vandaag ook geprobeerd om die klasseouders een beetje te stimuleren. Zij zijn echt aan zet om de vulling hier te geven aan het toernooi. Ja, tussen de wedstrijd door mogen ze vrij hoog schieten. Ze mogen ieder 10 keer schieten. Degene die het meeste punten raakt schieten, die mogen in de finale straks op het centrum nog een keer voor de beker gaan. In totaal vandaag, hoeveel vrijwilligers hebben jullie nodig? Ja, dat is altijd een goeie, want we hebben het gedeeld over 3 blokken. We beginnen al 's ochtends vroeg. Er zijn er heel veel die blijven 2 blokken hangen, dus ja, hoe ga je ze tellen? Maar ik schat dat we daar een 70 vrijwilligers voor nodig hebben. Volgend jaar zijn jullie natuurlijk weer door. Aan de vooruitzichten een andere opzet of dat blijven jullie gewoon in hetzelfde? We blijven grotendeels in hetzelfde stramien, maar we zullen wel beter moeten schakelen dat we meer ons richten op ouders, klasouders om aan die teams te trekken. De scholen en ook wat terecht, hè, die zeggen van nou leuk, wij willen het in de nieuwsbrief zetten, wij willen posters ophangen. Maar de school zelf gaat niet de teams organiseren die meedoen. Dus daar zijn we gewoon heel erg afhankelijk van de ouders. Dus hopen dat we de ouders beter kunnen bereiken. Om te zorgen dat zij het initiatief nemen om zo'n team samen te stellen. Ja, daar knallen. Klokhuis, kom op, hè. We gaan ervoor, hè. Yo, yo, yo! Jimmy, ja, yo! Samen, samen, in 5, 6, 7, hey! Dan kunnen de wedstrijden nu beginnen.